twee anderen die hebben dus gezegd dat ze de ogen van een jongen zouden gaan uitsteken de volgende keer. Dus echt van, nou, dit is pas het begin. Nieuws. Nou Rob, je hebt de zaak ook op de voet gevolgd natuurlijk vandaag. Veel aan het licht gekomen ook. Hoe heb jij naar gekeken? Ja, ik vond het toch wel schokkend. We hadden ons wel op het ergste voorbereid. Maar ergens hoop je dan toch dat Glennis afgelopen week bij Jinek een beetje de waarheid sprak. Ja, als je dan nu hoort hoe die drie jongens echt met voorbedachte raden lijkt het toch heel erg gemolesteerd zijn. Dan draait je maag zich wel even om. Er is ook een eis langsgekomen, 200 uur taakstraf en 1 maand voorwaardelijk celstraf. Is dat hoog genoeg volgens jou? Ik vind het niet heel erg veel. En dat zegt natuurlijk het OM zelf ook. Want die hebben een verzachtende omstandigheid gevonden. Namelijk dat Glennis natuurlijk publiekelijk al tamelijk door de mangel is genomen. Maar haar advocaat geeft ook aan van... Zij heeft helemaal niks meer ondertussen qua werk. Dus ja. Zij wordt al heel erg gestraft op dat gebied. Ja. Ja, en dat is ook zo. Maar ja, daar is ze natuurlijk wel zelf bij. Op het moment dat ik nu in de Ziggo Dome ga staan en verwacht dat daar dan 13.000 mensen voor me komen klappen. Ja, zo gaat dat niet. Dat is iets dat je opbouwt. Ja, en dat je ook met een paar rake klappen in heel snel tempo kunt afbouwen. Dat weet je als artiest. Ze heeft 1,5 uur de tijd gehad om daarbij stil te staan. En in plaats daarvan heeft ze een plannetje gemaakt waarbij er 2 mensen via de achteringang naar binnen gingen. Zij via de voorkant. Zodat die 3 jongens op geen enkele manier konden ontkomen. Ja, dan denk ik van dan heb je het echt helemaal zelf gedaan. Ja, want even naar de Jumbo, naar de supermarkt waar het allemaal heeft plaatsgevonden. Het is er heftig aan toegegaan, zijn meerdere klappen uitgedeeld. Onder andere door Glennis, maar ook door de andere verdachten. En er is ook geroepen, motherfucker, ik snij je keel door Glennis. Ja, en 2 anderen die hebben dus gezegd dat ze de ogen van een jongen zouden gaan uitsteken de volgende keer. Dus echt van, nou, dit is pas het begin. Ja. De volgende keer ben je pas helemaal de klop. Ja. Klos, ja, het is totaal bizar. Wat duidelijk is geworden vandaag tijdens de zaak is dat er heel veel geweld is gebruikt. Dat het een plan is geweest. Hoe kan het zo zijn dat Glennis een aantal dagen geleden nog een boekje open heeft gedaan bij Jinek om te zeggen dat ze eigenlijk vrij onschuldig is? Ja, waar het een beetje op lijkt is dat zij hoopt dat de rechter toch ruimte laat voor een andere interpretatie van de camerabeelden. Die camerabeelden die zijn haarscherp en op de seconde nauwkeurig kunnen ze zeggen op dat moment gebeurde dat. Ja. Maar er zit geen geluid bij. Dus bijvoorbeeld de bedreiging waar ze ook voor van verdacht wordt. Ja. Daarvan zegt de OM al van die kunnen we niet bewijzen. Denk je dat zij blij is met hoe het vandaag is verlopen? Nou, ik zou zeggen dat zij vanavond wel een paar flessen champagne open mag trekken. Want de strafeis is heel mild. Nou ja, 200 uur taakstraf en 1 maand voorwaardelijk. Mocht dat ook uiteindelijk de uitspraak zijn, dan komt ze er natuurlijk redelijk goed van af. Maar aan de andere kant, haar carrière en haar toekomst, hoe ziet dat eruit voor haar? Nou ja, heel kleine zaaltjes. En dan hopen dat de Duitsers die in Venlo nog kwamen, omdat ze niet wisten wat er gebeurd was, in grote getalen ook naar de optredens in de rest van het land komen. Want het is vrij duidelijk dat Nederland Glennis wel tamelijk heeft uitgekotst. Nou, wil jij nou geen enkele video van ons missen? Druk dan hier op de abonneerknop en volg ons ook even op Instagram en TikTok. Dat kan via de link in de beschrijving.